Like challenge. Like sneller dan dat ik Jenna spel. J-A-N-N-A. Jenna. Ik was kapot snel. Dit is Jenna, haar eerste schooldag in de domste school ooit. En we beginnen met... een boertje. En het eerste wat we doen is onszelf wat groter maken. Oké, dat is een goed begin. En we kunnen ook mega boos worden. Ik ben benieuwd. Ik ben bang. Jenna is natuurlijk niet alleen in de klas. Dus weet je wat? We houden een pizzafeestje met z'n allen. Iedereen heeft een pizza en doet de pizza. Stel voor, de juffrouw was nu even de klas uit, komt binnen en ziet dit. Oh, dit is amazing, dude. Yes! Nu heb ik wel zin in pizza. Dat is het enige nadeel. Ik heb nu superveel zin gekregen in pizza. Oh, snap. En we zijn pas net begonnen. Maar wat we ook kunnen doen, en dit is een beetje vies, maar we kunnen iedereen laten overgeven. Dat is niet waar, toch? Dat was die 50 Robux zo waard. Oh my gosh, wacht. En als je denkt dat overgeven... sorry, het ergst was... nee, want voor 99 Robux... wat leer je überhaupt in deze school? Poepjes laten? We kunnen iedereen laten schreeuwen. Al deze acties kosten Robux. Ouch. Oké, 29 Robux, dat valt mee. Doe dat nooit meer, Jenna. Alsjeblieft, man. Weet je wat? Ik ga een super slechte mop vertellen. En daarna ga ik iedereen laten klappen. Een cactus in de woestijn kan alleen maar een droge grap vertellen. Hey, dat was wel goed getimed. Ik heb alleen een beetje medelijden met de juf. En we kunnen trouwens ook een babyfeestje geven. Let's go. Wat? We hebben allemaal een flesje melk en we doen de babytans. Let's go! Dit is voor alle baby's. Shout-out naar jullie. Oh, ik ben de lerares. Wat? Oh, wat? Ik ben de juf. Jenna is de juf in de domste school ooit. En Jenna is nog wel gewoon een creepypasta. Gewoon casual met een flesje melk de babydans doen. Oh, dat was geniaal. Wat kunnen we mensen nog meer met z'n allen laten doen? Of we kunnen ze allemaal boe laten roepen. Geef een applausje voor Bob. Dat is niet lief. Rustig, Bob. Oké, wat kunnen we nog meer doen? Oh, wacht. Deze hebben we nog niet gedaan. 39 Robux. 3, 2, 1. Oh, wacht. We kunnen een zwart gat laten ontstaan. Oh my gosh. Oké, wacht. Dit kan alles vernietigen. Maar het is de domste school ooit. Dus wat hebben we te verliezen, right? Oh, snap. Oh my gosh. Oh my gosh. De hele school wordt meegenomen. Nee. Ik kan niet meer doen. De school is gewoon weg. Casual. Hey jongens, jullie kunnen morgen niet komen. Waarom? Iemand heeft een zwart gat meegenomen naar school. Oké, wacht. Wat kunnen we nog meer doen? De vloer is lava. Waarschijnlijk heb ik al deze acties al een keer in de video gedaan. Maar dit is gewoon zo leuk. Come on. Oh, snap. Oh, snap. Gast, ik kan niet meer. Ik kan dit nooit langer dan 5 minuten spelen zonder buikpijn te hebben van het lachen gewoon. Waar gaat dit over? Bacon Army Party. Wat dat dan ook mag voorstellen. Ik hou van bacon. Ik hou van... party, dus let's go. 3, 2, 1. Die dans! Oh my gosh, dit gaat mijn nek pijn geven. Yeah, 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 yeah. Stel voor, je komt op het schoolplein. Eindelijk even pauze tussen al die lessen door. En je treft dit aan. Oh, wat erg. Oké, het volgende is een intense stilte. We horen namelijk de hele tijd geluiden in deze domme school. Dat is best nice. Ik hou er alleen niet zo van. Oké, weet je wat we doen? Spawn een alien. Ja, weet je? Vind ik een goed idee. Even een alientje in de les. Nee. De alien was ook echt zo van... oh, hij hoestte gewoon even. Oh, is er nou iemand aan het overgeven? Ben je allergisch voor aliens? Had je dat niet even kunnen vertellen? Je weet toch dat ik aliens meeneem naar school? Oh my gosh. En die alien die staat er ook gewoon. We kunnen een mega scheetje laten. Oh my gosh. En heel de klas is gewoon stil. We kunnen helemaal gek worden. In de klas, joh. Wat denk je dan wel niet? Vuurwerk. Kan dat serieus? Oh, dat hebben we al een keer gedaan, volgens mij. Oh my gosh, gewoon in de klas. Oh my gosh, wat erg dit. Nou ja, een poepje laten is volgens mij niet heel spannend. Weet je wat? Ik koop er wat punten bij. 250 om precies te zijn. Want ik wil namelijk in mijn eentje een pizza party doen. Nu is het nog grappiger, omdat heel de klas zo stil zit en iemand vraagt, wat gebeurt er? Ja, I don't know.
Jenna houdt gewoon van pizza en dansen. Ik kan er ook niks aan doen. Dit is haar hobby. Naast iedereen hacken en zo. Oh, oké, okay, prima. We kunnen ons bureau breken. Oeps, zegt Jenna. Oké, okay, en mega scheet hebben die net al gedaan. Ah, boeien doen we nog een keer, toch? Ja, die hebben we overduidelijk al een keer gedaan. Maar degene die ik echt amazing vind. Ja, ik heb deze geloof ik echt al 10 keer in een video gedaan. Dat is iedereen. En dit is ook gelijk de duurste van allemaal. Maar dat is iedereen een minuut lang meenemen naar de wc. Maar ik ga stuk van het lachen. Gewoon het idee dat ik elke speler nu in dit spel mee ga nemen naar de wc. Let op. 3, 2, 1. En... Dit is toch... Je moet je voorstellen. Al die spelers in Roblox staan ineens op het toilet. Ze denken van... Wat is er gebeurd? Ik heb helemaal geen kaartje voor de toilet... concert gekocht. Wat? Oké. Okay. Trouwens, ik wil wel mijn eigen wc. Ik heb betaald. Ja, jongens, kom op nou. Ik ben de enige zonder een eigen wc. Terwijl ik... Oh, hier is het toilet vrij. Oké. Okay. Oh my gosh. Ja, kan ik trouwens hier dan ook een pizzafeestje geven? Dat zou zo grappig zijn. 100 Robux betalen om iedereen hier te laten dansen. We hebben een pizzafeestje op de wc. Wacht, we moeten iedereen een poepje laten doen. Terwijl we een pizzafeestje houden op de wc. 3, 2, 1. 100 Robux, let's go. We doen letterlijk alles tegelijk nu. Er was ook een Squid Game feestje volgens mij. We zijn weer in de klas en we hebben allemaal pizza. Beatbox. Yeah, Jenna. Bring it on. Oh, dat was wel heel kort, hè. Weet je wat ik doe? Ik koop er 1000 punten bij. Dat is een flinke duit met punten. En daarmee ga ik mijn bureau omduwen. Zo droog. We kunnen ook een lachfeestje geven. Waarom? Een party gewoon. Oh. Yeah. Oh. Bounce, bounce, bounce. Oh. Ik ben zo vervelend. Hebben we iedereen al een keer laten schreeuwen tegelijkertijd? Het zou best kunnen, maar bij deze nog een keer. Ook gewoon echt 4 seconden. Tornado. Die heb ik 100% al een keer gedaan. Maar bij deze 100 Robux voor een tornado. Oh, snap. Oh, snap. Volgens mij zie je het buiten, of niet? Ho. Ho. Hé, ik moet het een beetje realistisch maken. Ah, heel de school waait gewoon weg. Oh my gosh. Iemand zegt ook, oh my gosh. Je ziet de muren, de ramen, alles. Oh my gosh. We kunnen exploderen. Wacht, letterlijk gewoon exploderen. Je maakt een grap. Gast. Dat wil ik nog een keer doen. Oh nee, wacht. De Squid Game Show. Deze heb ik gemist. 5, 4. Nee, ik ga niet eens aftellen. Let's just do this, man. Yeah! Iedereen die nu de kantine inkomt van deze school ziet Jenna. Met gewoon 2 Squid Game Guards erbij, hè? Dus... Oh, wacht, we kunnen ook alle acties 3 keer doen. Hé, dat wil ik, man. Alle acties 3 keer. Wat betekent dat? Dat we nu gewoon helemaal gek gaan worden? Oh my gosh. Oh ja, natuurlijk. We doen nu... Oh, ik hoor mezelf niet eens praten, man. Ik hoor alleen maar geschreeuw. We doen nu letterlijk alle... Oh, bubblegum. Wat heb ik niet eens eerder gezien? Cola, bubblegum, chips, laptop. Oh my gosh, wat gebeurt er? Ik geef over terwijl ik papieren vliegtuigjes gooi. Cola drink in de lucht, spring, mezelf train, rondjes draai en ik ben out of breath. Ik kan letterlijk niet meer praten. Oh, snapperoni, pepperoni met groene macaroni. Je moet je voorstellen, mensen worden gek. Iemand zegt ook, wat gebeurt er? Ik weet het niet. Iemand zegt, sit down Jenna, zegt de juffrouw. Iemand moest ervan overgeven. Maar wacht, volgens mij, en ik weet het niet zeker, maar volgens mij, ja, we kunnen iedereen 3 keer iets laten doen. Dus wat er net gebeurde, wat zo chaotisch was, kunnen we door heel de klas laten doen. 700 Robux, dat is mega duur. Oké, dat is echt super duur. Maar ik doe het, let's go. Oh, snap, ik ga alvast een beetje achteruit. Iedereen laat een scheetje. Iedereen eet chips. Iedereen moet overgeven. Iedereen explodeert. Oh, wat een chaos. Ik kan het niet eens zien. Ik kan het letterlijk niet eens zien. Ik heb er 700 Robux voor betaald, maar ik kan het niet eens zien, joh. Heel de klas wordt gek. Heel de klas wordt gek. Oh, wat. Oh, wat. Om heel eerlijk te zijn, ik ga maar gewoon een boek lezen, want ik weet niet wat ik nog meer kan doen. Grapje, natuurlijk weet ik dat wel. De goedkoopste trouwens in dit spel is slapen. Dat is gratis. We kunnen onze telefoon checken door een boek heen. In plaats van dat je het dan achter het boek doet, Jenna, dan ziet de juf het niet, jongen. Een blender? Een blender in de klas. Even een smoothie maken in de klas. We kunnen push-ups doen. Je maakt een grap. We zijn gewoon aan het opdrukken in de klas. Dit kost allemaal punten trouwens. En we kunnen de harmonica spelen. Iemand voor ons doet het al en nu doen wij het ook volgens mij. Kijk eens.
En natuurlijk... Oh, iemand doet de pizzadans. Wacht, als hij de pizzadans doet, dan wil ik de babydans doen. Dus hij doet daar de pizzadans. 3, 2, 1. En ik doe... Oh, hij is net gestopt. Hij is net gestopt, terwijl wij nu allemaal de babydans doen. Abonneer en adios.